Welkom bij een nieuwe aflevering van Brabant Wereldwijd. In een vorige aflevering heb je kunnen zien dat we de Canadese metropool Vancouver bezochten. En deze keer trekken we meer de binnenlanden van Canada in, om erachter te komen waarom Brabanders kiezen om te emigreren. Maar er is meer. Natuurlijk gaan we zelf weer op onderzoek uit en begeven ons naar grote hoogte om onszelf de vraag te stellen: zouden wij de keuze kunnen maken om te emigreren naar de binnenlanden van Canada? En dit keer doen we dat in Silver Star Mountain Canada! Brabantse Frank heeft 15 jaar lang een kaasspeciaalzaak gehad in Helmond. En in 1996 besloot hij om samen met zijn vrouw te emigreren naar dit ski- en mountainbike resort, Silver Star Mountain. In deze aflevering gaan we naar het dorpje Silver Star Mountain in West-Canada. Hier bezoeken we de Helmondse bakker Frank. Hey, ik ben Joost. Met hem gaan we onder andere een potje golven. Daarnaast bezoeken we, net zoals vorige week, het Brabantse Helmond, de geboorteplaats van Frank. We verkennen de wijde omgeving van Silver Star Mountain en dit alles doen we om uiteindelijk te beslissen of wij zelf naar dit dorp zouden willen emigreren. Silver Star Mountain is een klein dorpje in de provincie British Columbia. Het dorpje telt maar zo'n 150 inwoners. In de winter is het er erg druk omdat er duizenden wintersportliefhebbers op afkomen om te skiën of om te snowboarden. Zomers zijn het vooral de mountainbikers die worden aangetrokken door de uitdagende fietsroutes van deze omgeving. Wat direct opvalt is dat het dorp zo ontzettend kleurrijk is. Dit komt omdat het hier verplicht is dat elk gebouw beschilderd wordt met minstens 3 opvallende kleuren. Het enige dat we op dit moment weten van Frank is dat hij hier, direct aan de piste, een soort van bakkerij begonnen is. En ik ben erg benieuwd wat hij ons te vertellen heeft. Frank, Rob en ik zijn net 20 kilometer een berg opgereden om vervolgens hier bij jou uit te komen. Waar zijn we hier? Silver Star Mountain, British Columbia in Canada. En wat was voor jou de reden om te gaan emigreren naar Silver Star Mountain? We waren op zoek om ergens iets te beginnen in Canada. Ik heb in Nederland altijd een kaas speciaalzaak gehad en ik wilde helemaal iets anders. En toen zijn we hier gaan kijken in de winter. En toen kwamen we hierboven terecht en Caroline en ik, wij keken elkaar aan en zeiden, ja, dat is het helemaal. Er zat nog geen coffeeshop hier. Ja, coffeeshop zeggen ze in Canada, maar natuurlijk in Nederland, coffeeshop is iets anders. Ja, dan denk ik toch wel iets anders. Dat is niet. Nee, als ons moeder coffeeshop tegen zegt, tegen haar vrienden, nee, niet zoiets. En we zijn hier in 96 begonnen. 96, dat is toch al een flinke tijd? Ja, 16 jaar geleden. Hoe hou je dat vol? Blijven fluiten. Ik heb altijd gezegd, als ik het een week niet meer fluit, dan verkoop ik de zaak en dan ga ik iets anders beginnen. Maar daar lijkt het voorlopig nog niet op. Als Frank namelijk even niet aan het kletsen is, dan klinken de vrolijke deuntjes al gauw door zijn bakkerij. Heb je ook typische Brabantse gerechten die je hier verkoopt? Ja, bossenbollen natuurlijk, hè. Ik heb in Helmond heb ik ook al bossenbollen gemaakt, maar hier zitten we op een berg op bijna 1600 meter hoogte. Dus in het begin, toen ik begon met bossenbollen te maken, was een ramp. Die bossenbollen die komen dus heel mooi omhoog en in 10 seconden slaat alles neer vanwege de lage luchtdruk hierboven. Dus de eerste week heb ik echt aan te huilen voor mijn oven. Dat kan niet, ik heb al zoveel duizenden gemaakt. En toen had ik ze eindelijk en niemand bestelde ze. Ja, wat moet ik nou doen? Dan heb ik die hele kleintjes gemaakt, die mini bossenbolletjes. En die heb ik gratis weggegeven met de koffie de eerste 3 weken. En iedereen vond het heerlijk natuurlijk. Belgische chocola en echte slagroom erin. En sloeg meteen aan. Ja, absoluut. En nou kan ik ze niet aangesleept krijgen. Be happy. Don't worry. Be happy. En wat betekent Helmond voor jou? Ja, ik ben natuurlijk in Helmond geboren. En Helmond is een unieke stad in Nederland. Mensen die niet in Helmond geboren zijn of daar wonen, kun je dat niet uitleggen. Maar Helmond heeft gewoon een hele aparte sfeer. Dus een heel klein beetje hebben we meegenomen naar Canada. En proberen de mensen hier ook... Ja, bepaalde liedjes. Ik heb bij de Keibijters gezeten. Dus, wat is dat? Keibijters, de Helmondse carnavalsvereniging. Ja, en die horen dan die muziek hier. Ja, wat is dat voor muziek? Ja, dat is echt iets van mijn hometown. Dus ja, je probeert gewoon kleine dingen, niet te veel, maar af en toe komt er iets voorbij van Helmond. En kunnen de mensen dat waarderen? Jawel, absoluut. Ja. Ik heb hier ook een bordje staan, Helmonders Uurst. We hadden een vriend in Helmond, die moest altijd bij mij in de zaak wachten. Hij zei, als ik helemaal naar Canada kom, naar jou toe, dan wil ik ook het eerste aan de beurt zijn. Dus vandaar Helmonders Uurst. Ja, ik heb 2 klanten hier gehad en die kwamen dus inderdaad uit Helmond. Hey, ik ben Uurst. En nou zie ik daar achter de toonbank zie ik een foto van jou. Wat is dat voor een foto? Ik ben een Helmond stadsprins geweest, prins carnaval van de Keibijters, prins Briek de 15e. En dat was de officiële foto die gemaakt werd toen. Dus die heb ik hier ook altijd staan, het hele jaar rond.
Ze vragen dus soms of dat ik familie ben van Beatrix. Maar ik zeg, ik ben hier bakker, gewoon helemaal geen poespas. Deze kleding die zit veel makkelijker als de officiële kostuum. Dus we houden het zo. Bevalt je wel? Ja, is leuk. Maar je moet wel het carnaval missen. Ja, dat mis ik heel erg. Dat Frank het ontzettend naar zijn zin heeft in Canada is duidelijk. Maar het valt aan de andere kant ook op dat hij carnaval in Helmond maar moeilijk los kan laten. Frank, wat heb je daar? Ik heb hier de keibijtersvlag en de vlag van Helmond. Ja, en elke avond moeten de vlaggen binnen, dus de belangrijkste die gaan het eerst naar binnen, dat er niks meer kan gebeuren. Waar heb je die dan weer vandaan? Nou, de keibijtersvlag die is algemeen te verkrijgen in Helmond natuurlijk, maar deze Helmondse vlag die is er maar één op de hele wereld. En die hangt hier in Silver Star Mountain, Canada? Elke dag, zomer en winter, gaat de Helmondse vlag buiten, ja. Frank heeft het duidelijk naar zijn zin hier in Silver Star Mountain. Nu is het aan Martijn en mij om zelf de omgeving te gaan verkennen, om te kijken of wij hier zouden kunnen aarden. Maar eerst gaan Rob en ik de omgeving van Helmond verkennen. En dat doen we door rondje Helmond te gaan fietsen. En dat is een fietsroute van ongeveer 45 kilometer in en rondom Helmond. Hoewel Martijn en ik echte Helmonders zijn, is het voor ons de eerste keer dat we deze route fietsen. En ondanks dat we de stad natuurlijk al aardig kennen, vinden we het best leuk om te doen. Zo kom je langs verschillende parken, waaronder het mooiste park van Helmond, de Warande. Ook kom je door het stadscentrum, maar dat hebben we de vorige keer al laten zien. En dus fietsen we snel verder om andere interessante plekken van Helmond te bekijken. Van echte volkswijken, met een vleugje typisch Helmond, tot landelijke paadjes tussen de hoge bomen en de weilanden. De route mag dan 45 kilometer lang zijn, door de nodige afwisseling zouden de meeste mensen zich niet snel vervelen. Maar toch worden wij na een tijdje fietsen toch een beetje ongeduldig. Nou, daar staan we dan. We zijn gestrand. Rob wilde een stukje rondje Helmond afsnijden en het is niet gelukt. Ja, maar jij stemde er volmondig mee in. Ja. Niet alleen mijn fout. Nee. Maar dit is een mooi paadje, dus we gaan deze wel proberen. Ah, is mooi. Ik denk dat ik daar de daken zie van de huizen waar we moeten zijn. We zijn op zoek naar Brandenvoort, een wijk die heel modern schijnt te zijn. Ik vind dat ze rond je Helmond wel mogen asfalteren. Daar ongeveer 50 meter hier vandaan is een huis. Daar moeten we zijn, daar is een verharde weg. Na ongeveer een kilometer banjeren kunnen we niet verder. Ja. Het lukt ons toch om weer terug op de route te komen en Brandenvoort nog voor zonsondergang te bereiken. Deze nieuwbouwwijk schijnt een hoogtepunt te zijn van rondje Helmond. En het ziet er inderdaad allemaal picobello uit. Maar echt bruisend, dat is het er vandaag niet. De wijk is aangelegd in de stijl van een 17e eeuws Brabant stadje. En hoewel iedereen denkt dat elke Helmonder de hele dag in een trainingspak rondloopt, zul je dat straatbeeld hier niet snel tegenkomen. Zometeen gaan we golven met de Helmondse Frank en we gaan per campervan en per helikopter de omgeving van Silver Star Mountain verkennen. Maar eerst nodigen Frank en zijn vrouw Caroline ons uit voordat we Silver Star Mountain tijdelijk verlaten. En wat kun je in een land als Canada nou meer verlangen dan een Brabants biertje met een overheerlijk vers gebakken zalm waar elke grizzly jaloers op zou zijn. We worden uitgenodigd om te blijven slapen en we duiken op tijd ons bed in. Want morgen zal er een groot en veelzijdig avontuur gaan beginnen waar we onze energie goed voor kunnen gebruiken. Ja, dit is echt helemaal super. Rob en ik zijn al een uurtje of drie onderweg vanuit Silver Star Mountain. En we rijden door twee nationale parken heen, Banff en Jasper. Er ligt één weg doorheen. Ja, is echt onwijs mooi. Er zijn ook echt heel veel leuke stops te maken. De route die we nemen loopt van Banff naar Jasper en is de meest bekende weg van Canada. Al snel bereiken we de Rocky Mountains. Een adembenemend landschap met bergen tot 4400 meter hoogte. Het gebied beslaat ruim 4800 kilometer en loopt van het noorden van British Columbia in Canada tot aan New Mexico in de Verenigde Staten van Amerika. Voor Nederlandse begrippen zijn de Rocky Mountains extreem dun bevolkt. Er wonen hier namelijk gemiddeld 4 mensen per vierkante kilometer.
Vanuit de lucht is pas echt goed te zien hoe klein wij mensen zijn tegenover dit immense natuurgeweld. Dan moet je kijken waar we nou zijn. Dat is toch helemaal geweldig, dit? We zijn bij het meest bekende meer van Canada en dat heet Lake Louise. Elk jaar komen hier miljoenen bezoekers naartoe. Zoals vele meren in deze omgeving is het water extreem blauw. Dit komt omdat deze meren voornamelijk uit smeltwater bestaan. Niet alleen in de zomer, maar ook in de winter is het hier erg druk, want dan is het een populair wintersportgebied. Lake Louise is echt super mooi, maar wel heel erg toeristisch. Op een paar kilometer afstand ligt een minder bekend meer, Moraine Lake. Wat ons betreft is dit meer minstens zo mooi als Lake Louise. En wat ook wel prettig is, is dat je hier niet telkens voor je voeten wordt gelopen door een groep Chinezen. We slapen gedurende onze tocht op verschillende campings in deze nationale parken. Een van de leuke dingen van deze campings zijn de wilde dieren die soms vanuit het niets opduiken. Zo zien we overal waar we komen de schattige eekhoorntjes die altijd weer hopen op iets te eten. We zijn ons ervan bewust dat we nog altijd in het wild zijn. Het komt voor dat zwarte beren en grizzlies op de geur van eten afkomen. We hebben hier zelden elektriciteit en dus moeten we vaak back to basic. En dat vinden we eigenlijk best wel prima. Soms schrik je je kapot als er vanuit het niets keihard getoeterd wordt. In Canada weet je dan dat er een verrekkerslange trein in de buurt is. En die zijn niet te vergelijken met treinen in Brabant, want hier zijn ze vaak wel 4 kilometer lang. Onderweg komen we zo vaak mooie plekken tegen dat we het gewoon niet kunnen laten om steeds te stoppen. Het valt ons op dat je overal waar je komt wel iets van water ziet. Ik sta hier voor de Athabasca Glacier. Dat is toch wel een hele bijzondere plek, omdat deze gletsjer die wordt gevoed door een enorm ijsveld dat zich achter deze bergen bevindt. Dat is de Columbia Icefield. En je kunt de gletsjer op om dit ijsveld te bekijken, maar dat gaan we niet doen, want het is hier ijskoud en ik ben er niet op gekleed. Daar komt bij dat we nog een flink stuk moeten rijden tot onze eindbestemming Jasper. En we willen onderweg per se nog een aantal interessante plekken bezoeken. Sail away with me, honey. Put my heart in your hand. Sail away with me, honey. Now. Sail away with me. Ja, je vindt hier in dit gebied echt ontzettend veel watervallen. Eentje ervan is deze. Echt ontzettend mooi. Als je hier bent, moet je die zeker gaan bezoeken. Ik heb alleen niet goed opgelet. Ik heb geen idee hoe die heet. Crazy sky. Inmiddels ben ik op onderzoek uitgegaan en ik kan je vertellen dat je de Sunwapta Falls dus moet bezoeken. Het is erg fijn dat de paden hier in Canada zo zijn aangelegd dat je de natuurverschijnselen vanuit alle hoeken kunt bekijken. Want niet alleen deze waterval zelf is al heel mooi, ook de wandelingen die je hier kunt maken zijn zeker de moeite waard. We zijn inmiddels weer een dag verder en het heeft echt heel de nacht geregend. Dat regenwater voedt natuurlijk de rivieren en daarom ontstaan er spectaculaire watervallen. We zijn hier ook bij een gigantische waterval en hier weet ik wel de naam van, Athabasca Falls. Na deze Athabasca Falls rijden we nog een klein stukje verder over de Icefield Parkway. En we komen al snel aan in onze eindbestemming Jasper. In het bijzijn van Fons en Leo, twee wilde elanden, hebben we eindelijk de tijd om even te chillen aan het water. En daar maken we dan ook dankbaar gebruik van. We hebben een aardige indruk gekregen van de wijde omgeving van Franks woonplaats Silver Star Mountain. We hebben ervaren dat dit gebied nog veel meer te bieden heeft dan we dachten en dat het daarbij nog veel mooier is dan we hadden durven dromen. En om de omgeving nog beter te verkennen, gaan wij 3 dagen lang met deze helikopter de berg in om de meest exclusieve wandelingen te maken. We worden vroeg in de ochtend opgepikt door een gigantische helikopter die nog dienst heeft gedaan in de Vietnamoorlog. En zodra we ons boven de bossen van dit gebied begeven, dringt het pas echt tot ons door.
Ons heli-hike-avontuur is begonnen. De helikopter brengt ons naar een lodge waar we de komende 3 nachten zullen verblijven. Dit is onze basis van waaruit we elke dag weer per helikopter zullen vertrekken naar de meest afgelegen gebieden om hikes te gaan maken. Eenmaal in de lodge leren we eerst onze groep kennen. We krijgen direct een ontbijtje voorgeschoteld en vervolgens pakken we onze lunch die ons de rest van de dag door moet brengen. Ook krijgen we de benodigde materialen en aangezien Rob en ik nog beginners zijn, moeten we vandaag mee met de kindergroep. We luisteren nog even naar een veiligheidsinstructie over de helikopter en off we go! We zijn net afgezet door de helikopter op onze eerste hike. Nou, cool. Klein groepje, gids erbij. Nou ja, dit is echt super vet. Mooie plek, hè? Dat is niet normaal, hè? Ik ben nog nooit op een plek als dit geweest. Best koud, maar we zijn er goed op gekleed, denk ik. Ja, prachtig. Hoe vaak kom je nou in zo'n gebied, hè? Helikopter gedropt. Beetje wandelen, wat je idee. Zit in een frikandel. Het is net zo'n vallei uit Lord of the Rings of Jurassic Park als je hier zo loopt, man. Best wel gaaf. Well, that's enough of this spot. We're gonna take you guys somewhere nice now. The terrain here is pretty typical of the Rocky Mountains in Western Canada. There's an awful lot of terrain here that you can't get to any other way other than by helicopter. We worden op de tweede plek van vandaag afgezet, waar we hoog in de bergen de eeuwige sneeuw op gaan zoeken. Hier kunnen de kinderen zich goed vermaken en Rob en ik stiekem ook wel een beetje. Aan het einde van de dag horen we het gerommel van de helikopter weer steeds dichterbij komen. Het is jammer dat we deze plek moeten verlaten, maar aan de andere kant ook wel erg tof om weer in de heli te mogen stappen. Als we aankomen bij de lodge, vallen we direct als een blok in slaap. De volgende morgen starten we met een wandeling van zo'n 15 kilometer door nog meer natuurschoon. Omdat er grizzlyberen in dit gebied zitten, laten we zo nu en dan van ons horen. Grizzlies vermijden namelijk het liefst contact met mensen. We blijven deze dag in lager gelegen gebieden en daarom is het hier ontzettend groen en moeten we vele beekjes oversteken. Toch is het door de lange duur een vrij pittige hike. 'S Avonds drinken we ons wat moed in, want morgen wordt het allemaal anders. In de ochtend vliegen we richting de Conrad Gletsjer, die is omgeven door kolkende rivieren en watervallen. Je leven hangt hier aan een stalen draad en dat is op sommige plekken erg fijn om te weten. There's going to be zip lines and bridges and all sorts of stuff. There's some scary bits on it, that's for sure. Like there's you're climbing up some steep walls and the river when it's high like that, It's a powerful place. You almost can't hear yourself think because there's so much water coming down. But you guys did great. Are you honest? Yeah. Rob made it about halfway. And then it was a little much for him, but that's okay. Ik probeer deze berg op te komen en dat op allerlei manieren. Zelfgemaakte bruggetjes, touwladders, alles in de rots onder water vallen door. Gaat helemaal nergens over. Ik hou er niet van. Maar ik dacht, ik ga het toch maar proberen, maar nee, het valt toch tegen. Ik ben zo aan het verkrampen dat ik gewoon geen kracht heb om die echte rots op te gaan. Nou, Martijn doet het goed. Jij houdt het wel vol. Ga jij het volhouden? Ja, zou moeten, hè. Hier kan geen helikopter landen, dus moeten we op de een of andere manier boven zien te komen. Zie je er tegenop? Ik vind het niet leuk. Uiteindelijk weet Rob toch een punt te bereiken waar de helikopter hem op kan pikken. Onze wegen scheiden hier voor vandaag, want ik klauter nog een stukje verder omhoog om de echte top van de gletsjer te bereiken.
Nou, ik zit echt eventjes bij te komen nu. Even afgezonderd van de groep. En ja, dit is gewoon echt super. Dit is echt super. Watervallen, touwladders, klimmen. Het is best wel pittig. Maar dit is zo gaaf. Dit is echt zo gaaf. Het is denk ik wel een van de meest toffe dingen die ik ooit heb gedaan, dit. Door deze geweldige trip hebben we op een zeer extreme manier de omgeving van Silver Star Mountain kunnen verkennen. Voor ons beiden een ervaring om nooit te vergeten. We keren nog één keer terug naar onze lodge, maken nog een laatste vlucht en we springen weer in onze campervan om de Helmondse Frank nog één keer op te zoeken in Silver Star Mountain. Frank heeft ervoor gekozen om samen met zijn vrouw Carolien en met ons te gaan golfen. Ja, en hij heeft ons meegenomen naar een plek. Moet je eens kijken. Voor ons is dit de eerste keer op de golfbaan, dus oefenen we een paar slagen en dan zijn we ervan overtuigd dat we er klaar voor zijn. Heel zachtjes. Nee, dat is veel te veel. Ik voel niet genoeg druk. Het is nog voor spek en bonen, maar dadelijk als het spelletje echt begint, dan maak ik in ieder geval Martijn in. Als het een beetje mee zit, Frank ook. Succes. Dankjewel. Bijna 300 meter, Martijn. Ja. Ah, dat was wel rustig. Je kan echt niet golven. Ik denk dat het gras iets te diep. Nee, er zit geen olie. Hey Frank, je hebt als activiteit gekozen om met ons te gaan golven. Om te laten zien wat je zo mooi vindt hier in Canada. Maar dat kun je in Nederland toch ook? Ja, je kunt in Nederland ook golven. Maar ik denk, als je gezien hebt waar we vandaag gespeeld hebben, dat er iets meer heuveltjes zijn. Dat je iets meer up en down speelt. En ja, het is natuurlijk veel mooier om die bal een paar honderd meter weg te kunnen slaan. Hè? Dat is je mooiste slag tot nu toe. Wauw. Jezus. Geweldig. Nice, Rob. Yeah. Good one. Yes. Wat maakt Canada nou zo speciaal voor jullie? Voornamelijk de natuur. Tenminste, voor mij is het voornamelijk de natuur, de ruimte. Ja, je hebt de meren in de zomer om heerlijk te gaan zwemmen. En je hebt de skibergen in de winter. Ja, die liggen op je achterdeur. Dus je doet je skis aan als je eventjes zin hebt en je gaat skiën. Dat is natuurlijk uniek. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die je achterlaat. Je laat je familie achter, je laat je vrienden achter. En Carolien, welke dingen mis jij nou met name aan Nederland? Het meeste wat ik mis is mijn familie en mijn vrienden. Niet waar ik gewoond heb, ook niet mijn werk meer. Het is toch de mensen waar je veel om geeft. En daarom vind ik het ook fijn om elk jaar terug te gaan en ze weer te zien. En dat is eigenlijk voor mij het enige wat ik echt mis, de mensen. Ja, waarom zouden Martijn en ik dan over moeten kiezen om naar Canada te emigreren? Als je graag toch wat meer buitensport direct vanuit je huis wil doen. Dan denk ik wel dat het een aanrader is. Maar als je echt, als je het naar je zin hebt in Helmond of ergens waar je woont, dan is het ook prima. Ik denk dat het voor iedereen heel persoonlijk is wat voor keuzes ze maken. Je moet echt heel graag willen, want het is een hele grote stap die je maakt. Je gaat naar een westers land, maar alles is anders. Echt alles is anders. Zijn jullie ook van plan om echt voorgoed hier te blijven? Ja, we hebben 15 jaar geleden of 16 jaar geleden die beslissing gemaakt. En nee, ik denk niet dat ik nog terug ga. Maar dat had ik al vanaf het eerste half jaar. Van ja, nou, ik ben nou gesetteld en nou blijven we hier. Ja. Nou, het ziet er naar uit dat Frank en Caroline niet meer terug gaan keren naar Brabant. Zou jij emigreren naar Silver Star Mountain? Weet je, die omgeving daar is natuurlijk echt abnormaal mooi. En alles wat je kan doen ook. Ik denk dat ik daar nog wel in een tentje zou kunnen wonen eigenlijk. Ja. Jij? Nou, ik zou wel mijn eigen helikopter willen hebben dan. Die wil ik ook. Bedankt voor het kijken naar alweer de laatste aflevering van Brabant Wereldwijd. Ken of ben jij nou een Brabander in het buitenland? Laat het ons weten. Stuur ons een berichtje via onze website of onze Facebook. En wie weet staan wij binnenkort op de stoep. Tot de volgende keer. Houdoe. Hoi.